Goedemiddag lieve stripvrienden. Het is donderdag 14 april vandaag en ik kreeg net in de bus deze nieuwe stripglossie. En de stripglossie heeft als titel 75 jaar André van Duin. En toen ik deze binnenkreeg dacht ik meteen, hier ga ik even een leuke vlog voor maken. Want André van Duin, ja, dat is toch echt wel een held van mij. Groot komiek uiteraard. Ik denk de grootste die we hebben gehad in Nederland. En hij is 75 jaar geworden in februari. En ik weet dat er dit jaar in juni door Tom Makai van uitgeverij Cliché een verzameling komt van alle André van Duin strips. En daardoor heeft Sepp van der Kade denk ik ook deze stripglossie uitgegeven om ook hier een eerbetoon te geven aan André van Duin. Want ja, zoals gezegd, de meeste mensen kennen André van Duin dus zoals gezegd als komiek. De Dik voor Mekaar show. Hij deed uiteraard Te Land, Te Zee en In de Lucht presentatie. Onder andere deed hij ook de filmpjes van de dieren, van de Animal Crackers. Hij presenteerde nog Wie Ben Ik. Was presentator van Heel Holland Bakt. En ook het dagboek van de heer Groen. Bij uitgeverij Max, kan ik mij herinneren. Maar het is echt een geweldig magazine. Ik heb hem net al eventjes kort doorgelopen. Er staat hier bijvoorbeeld een hele leuke foto in van René Leysink, die een hele mooie puzzel heeft gemaakt van alle characters van André van Duin. Maar de stripglossie staat helemaal in het teken van hem. Hij is ook hoofdredacteur voor deze editie. En je ziet ook alle onderdelen die in deze stripglossie verschijnen. Waaronder ook een eigen strip, een fotostrip in dit geval. En ook een bespreking over de strips die in de tijd dus zijn uitgegeven. En dit is onder andere zijn werkkamer. Maar het is echt een ontzettend leuk blad. Er staat een heel mooi interview ook in met André van Duin. En ik vind dat heel erg fijn om te lezen. Dit is zo'n bescheiden man. Altijd aardig. Zoekt nooit ruzie. Ik heb hem ook nog nooit boos gezien, zeg maar. Het is echt een voorbeeld voor de meeste celebrities. Hij neemt ook altijd tijd als je hem tegenkomt, schrijft hij. En ja, de strips waar ik het dus net over had. Kijk, hier Toon van Driel heeft in de tijd een zestal albums uitgegeven. Zo'n beetje rond de jaren 80. En deze albums gaan dus ook verzameld terugkomen. Maar ook Fred Julsing heeft bijvoorbeeld een stripje gemaakt over André van Duin. En ik denk dat er nog veel meer strips hadden kunnen verschijnen van André van Duin, van zijn typetjes. Maar zoals hij zelf zegt, ja, deze zijn eigenlijk nooit geïnitieerd door iemand. Dus dat is er nooit van gekomen. Maar als je ook kijkt, ja, hij houdt ook ontzettend veel van strips. Hij zegt ook, Shores & Shimmy leesde ik vroeger, de Donald Duck. Maar hij is ook heel groot Frank Gann liefhebber. Ja, en je kan niet onder stoelen en banken steken dat de humor van hem natuurlijk prima terugkomt in de strips van Guus Vlater. Zijn grote voorbeeld is als het goed is degene die Doris speelde. Gaf hij zelf ook aan. En nog een aantal wat oudere cabaretiers. Maar hier zie je dus het stripje waar ik het over had van Fred Julsing. Erg leuk dat deze er ook in staat. En ja, hierbij een hele mooie foto van de man met al zijn hoogtepunten boven hem. Prachtig neergezet. Uiteraard staan er ook weer de reguliere strips in deze. Dirk Jan zag je net voorbij komen, maar ook Sol. Maar de 4 mei toespraak wordt hier nog even besproken. Ja, ik zal hem niet helemaal natuurlijk aan jullie laten zien, want ik vind dat iedereen hem ook wel even moet gaan kopen. Maar er wordt dus hier nog even wel, en dat wil ik wel laten zien waarover ik het toen had, in juni. Komt deze verzameling dus uit. Hij zal €34,95 gaan kosten. De complete werken. En als het goed is komt er nog een tweede en een derde. Ik lees dit nu op. Maar er komt een tweede album van verzameld werk. En ja, kijk daar dus naar uit. Want dat lijkt me heel erg leuk om dat te zien. Zelf ben ik nog even de kast ingedoken. Want ik heb ook een aantal van die André van Duin strips. Ik heb hier de nummer 1. En de nummer 5. En even om een korte impressie te geven van de strip, hoe die er dus uitzag in de tijd. Getekend door Toon van Driel. Overigens gaf André van Duin ook toe dat hij eigenlijk zich verder niet heeft bemoeid met de grappen die erin staan. Deze zijn echt volledig bedacht door Toon van Driel zelf.
Maar hij is er erg tevreden over. Hij zegt, ja, sommigen zijn wat flauwer dan een ander. Maar ja, hij is behoorlijk trots dat hij natuurlijk ook is neergezet. En ik denk dat dat het ook voornamelijk is. Dat hij trots is dat hij nog een rol van betekenis heeft in het televisielandschap. En ik gun het hem van harte. Ik hoop dat hij nog lang onder ons is. En, want elke keer als hij verschijnt, die man die heeft zo'n goede timing. Dat is volgens mij alleen maar de echt grote terug te zien. En hier heb ik nog even een album. En die heet Splet. En die wil ik ook nog eventjes kort met jullie laten zien wat er dan in zo'n album allemaal staat. Dus ja, hierbij even een korte vlog als eerbetoon aan André van Duin. Mooie stripglossie. Ik zou zeggen, koop hem, want het is een absoluut must-have. En kijk dus ook uit naar de verzamelde werken van Tom Makkai van uitgeverij Cliché. Ik wens iedereen alvast een mooi paasweekend toe. En ik zou zeggen, op naar een volgende vlog maar weer.